schutten en begint dat te jaren om besparen. En een waarschuwing, Chan Monetair Instituut, GTD, geldt niet voor ons. Het is jammer alleen dat het te lang is. Want een verspilling vindt de plaats, maar en nou een waarschuwing komt. Je hebt net achter het net gevist. Want die waarschuwing is niet voor ons. Die waarschuwing is voor de andere kant. We gaan naar de victorie. Ik heb de eind aan de loze beloftes die gedaan zijn. Aan het begin bij het aantreden van de regering Boutersen Amerali. Waar zijn die 20.000 huizen die gebouwd zouden worden? Waar zijn die highways, La Sanderij en Brazilië? Waar is die diepzeehaven? Waar is het ziekenhuis van Wanika? Waar is die graanschuur? Wat is er gebeurd met die cassavefabriek? En wat is er gebeurd met onze zogezongen monetaire stabiliteit? We zijn wel getrakteerd, ja. We zijn getrakteerd op een devaluatie. We zijn getrakteerd op geldontwaarding. We zijn getrakteerd op verhoging van belasting op benzine. We zijn getrakteerd op corruptie. En inmenging in een rechtsproces tot aanname van de amnestiewet. Er is aangegeven de V van victory, de V van vooruitgang, de V van veiligheid, voorspoed, vrede, verandering. Maar intimidatie, rancune en vervoeren in de strijd van een V. Wat we wel schrijven met een V is vaarwel. Vaarwel, Boutersen Amerali. Je hebt een paar stofzuigers in de economie. En een van de stofzuigers als luizen op zere hoofden voor een volk die habitat leiders die in haar konden, zijn bestuur haar konden die snoro, zijn in het mestig revet. Destrooi naar amoni, maar amoni naar jumoni. Slecht bestuur, verspilling, corruptie en uiteindelijk zijn het de burgers die daaronder moeten gaan leiden. We hoorden Santokhi, voorzitter Santokhi zeggen, 29 zetels, 36 zetels, maar we hebben eerder getoond dat we meer dan dat kunnen halen. Wanneer het volk vindt dat het niet goed is, dan gaan we voor meer dan dat. Hoe kon jij voor demonstreren? Demonstreer dat die Akaba. Regering Boutersen Amerali Akaba. 25 mei 2015, teken, bundel en quit. Teken, bundel en quit. We boeren zeker 100%. No, we gaan hier de naam in. Het is 1, 2, 3, 4, go home. De bedrijf moet meneer, heb je wani in Afrika gegaan? De zijn want to, ja, dat is wel lauw, maar de mag als school. De zijn want to, man, dat als er geen keuze is, dan is er geen bevoegd om een noodtoestand aan te kondigen. Het wordt nooit dat dat noodtoestand. Noodtoestand is tsunami kom. Noodtoestand is die kleine opstand. Alles in vrede, alles doen in een noodtoestand. Dan op tijdje, dat een bedreiging mag aan. De Marie, don't push a peace man
zo vaak. Dat is niet. We pushen trangen, zo vaak. Nee, we pushen die Amerika. Wij gaan naar de overwinning, maar wees alert. De NPS is er trots op om in deze combinatie deel te nemen en voor Rokoko met de overwinning dat al 25 mei 2015 mee kon nemen. In de komende 5 jaar kan ik zeker dat feestleven. Ik wil dat overwinnen van 25 mei 2015. En wie wil vorm aan de nieuwe regering voor die komende 25 mei 2015? We gaan dit land bevrijden. 25 mei. Bevrijdingsdag. We bevrijden Conrad Isbakar. U gaat het land bevrijden. Geef mij uw stem. Geef mij uw stem. En wij V7. Wij V7 geven een sterke regering. Geef ons dat vertrouwen. En wij V7 geven een sterke rechtsstaat. Geef ons die ondersteuning en we geven een sterke economie terug. We gaan het land hebben. We gaan het doen met jullie ondersteuning. Mensen, ik ga afsluiten. 25 mei gaat V7 ervoor zorg dragen dat er weer vrijheid komt, veiligheid komt, vrede komt, vooruitgang komt. Maar ook het verdrijven van deze regering en die victory zal daar zijn. En ik ga afsluiten door jullie allemaal te bedanken die hier aanwezig zijn. God bless you. God bless you. God bless you. Onze laatste ronde. Leef voor Suriname. Leef voor Suriname. VHP. V7. Suriname. VHP. Suriname. V7. Suriname. Akima Santokhi. Santokhi.